het live kunt hebben. En dat hebben we, want ze staan op de gang. Onze vrienden van de Tiny Little Big Band. De hit, denk ik maar, hè, Marcel? Oh ja, daar gaat hij weer. Doe maar, mensen. Like a polar cat, you put the axe in Christmas. Santa's sleigh will dab to the ground the moment that you are around. Come over here, girl, put away business. Let's put the axe in Christmas. Ho, 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 ho. Candy cane socks and a hooded top, you put the axe in Christmas. Silver bell jingling nonstop, you put the axe in Christmas. Dress is glowing like an open fire. You're the present girl that I desire. Come over here, girl. Put away business. Let's put the axe in Christmas. In Christmas. En check zelf even de jazzlijst op iTunes. Nummer 1. Hopseke, daar staan ze hoor, Marcel. Jongens, kunnen jullie nog heel even blijven staan? Ja. Ah, even iets leuks nog. Vind deze week op Radio 6 Soul & Jazz het Radio 6 Soul & Jazz kerstpakket. Dat is wat ik nog ga weggeven namelijk. Een Radio 6 kerstpakket. Ik pak er zo eentje bij, dan kijk ik wat er allemaal in zit. En dan vertel ik aan lieve mensen thuis dat er ook nog een inhoud van vakje 24 van de adventskalender. Maar dat is dus het vakje laatste, hè? Ja, een dubbel vakje. Een heel groot vakje. Dus daar zit misschien wel een hele grote prijs in. Dus een Radio 6 kerstpakket en vakje 24 in de adventskalender, de inhoud daarvan. Te winnen bij ons spelletje. En voor dat spelletje, ja, daarom vroeg ik of jullie even blijven staan. Leek mij namelijk wel leuk om... mag ik jullie anders vragen om een semi-onherkenbaar... Of een klein beetje herkenbaar kerstliedje te spelen, even een stukje... en dat mensen thuis moeten raden wat het is? Is dat een idee? Ja, prima. Wacht even, want dan neem ik het hier ook meteen even op. Dan kan ik het zo nog een keer laten horen. Nou ja, doe maar gewoon, jongens. Ik ruik de dennennaal. Oh, dat was het al? Dat was hem. Doe nog eens een keer. Nou, best pittig. Merel? Ik denk dat ik het weet. Ja? Ik durf een gokje te wagen. Dank jullie wel, mannen. En straks nog één keer, hè? Dan doen we dit nummer. Ja, dan doen we deze. Oh, nee, ik ben zeer benieuwd wat het gaat worden. Weet jij thuis wat ze daar aan het spelen waren? Laat het me vooral even weten, want dan speel je dus om al die mooie prijzen. Eerst jaap@radio6.nl. Doe een berichtje via de Radio 6-app. Dat kan ook.